zit ik van de week te eten met een vriend van mij. Ja, en die heeft 7 horecazaken, ja, eetcafés en restaurants en weet ik veel allemaal. En ik zeg alleen maar, ik vraag zo aan hem, ik zeg, god, hoe gaan de zaken, hè? Ja, en daar ging hij even los, vrienden, ja. Hij zegt tegen mij, Harry, hier moet jij even iets van zeggen tegen jouw volgers. Hij zegt, waarschijnlijk heb je dat ooit al eens gedaan, maar doe het nog maar eens een keer. Hij zegt, waar ik doodziek van word. Zegt hij, is van de mentaliteit in Nederland. En daar heb ik mee te maken in de horeca. Hij zegt, het is verschrikkelijk. Hij zegt, je kan al bijna geen personeel krijgen. En als je dan personeel, als je dan iemand spreekt, dat zijn allemaal van die gasten tussen de 20 en de 30. En die noemen ze dan, weet ik veel, de watjesgeneratie of zo. Hij zegt, zo was hij aan het praten. Hij was helemaal, ja, hij was helemaal boos. Hij zegt, ja, die watjesgeneratie. En met die willen ook helemaal niks. En die het enige wat ze dan zeggen, als ze dan willen komen werken, ja, maar ik werk maar 4 dagen, hoor. Hè? In de horeca? Ja, 4 dagen, maar 32 uur. En dan wil ik betaald hebben. Ja, ook nog eens een keer. Dan wil ik 38 uur betaald hebben. Ja, maar ik werk er 32. Hij zegt, en als je ze dan aanneemt, hè? Hij zegt, nou, dan weet je niet wat je ziet. Hij zegt, fout op fout op fout, lamlendig, geen passie, geen helemaal niks. Het is, oh, zegt hij, daar heb ik mee te maken. Het is vreselijk, vreselijk. Ja, hij zegt, die mentaliteit, hij zegt, dit is het werkelijk op een dieptepunt in Nederland. Ja, dat hele land. Het hele land, was hij bijna aan het schreeuwen, hoor. Het hele land gaat naar de kloten. En toen viel er ook deze stilte.